Is dit wat u ziet als u denkt aan het land waar u geboren en getogen bent? Of is het dit wat u voor ogen heeft als u in gedachten teruggaat naar het vaderland? Hoe u ook denkt aan het landje waar u vandaan komt, waar u gewerkt heeft, waar u kinderen heeft opgevoed, waar ze uw taal spreken, het blijft een bijzondere plek op aarde. En misschien verwacht u er nog ooit terug te keren. Daarom is het voor u ook van belang hoe Nederland zich ontwikkelt. Vooral als het gaat om pensioenen en de zorg. En de werkgelegenheid. Voor uzelf misschien iets minder belangrijk, maar voor uw kinderen en kleinkinderen des te meer. Wij vragen u uw stem uit te brengen bij de Europese verkiezingen in mei. Natuurlijk willen we het liefst dat u op ons stemt, op 50+. Omdat wij denken dat we wijsheid, ervaring en realiteitszin beter met elkaar kunnen koppelen dan andere partijen. Oh, koud! Ja, dat zal bij u een stuk aangenamer zijn. Van harte gegund. Toch wel lekker. Lekker fris. Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement als u zich eerst registreert als kiezer. Dit kan tot 10 april. Klik op registratie om verder te gaan.